was ongeveer. Ja, zuster ook, ja. Ja. Ik zal eens even binnenlopen. Herinneringen en laat het tijdpad van mijn
dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Burgemeester, mag ik u uitnodigen? Maar ik wil u eerst een exemplaar overhandigen van ons jubileumnummer van de Ruikbeinen, waarin u alle plaatjes van deze expositie ook thuis rustig in de stoel kunt bewonderen. Dankjewel. Dankjewel. We zullen even voor de foto even zo staan. Wat hebben we altijd. Ja, enige ervaring op dit gebied. Dankjewel. Beste mensen, fijn dat jullie hier zijn. Want het is buiten heel mooi weer. En u bent er toch maar weer. En de mensen van de Heemkundige Kring. En met name de vertegenwoordigers van Deurne Wiki, van Fotoclub Optica, de muzikanten en andere belangstellenden. Ik heet u allemaal hartelijk welkom namens het college van BNW in de hal van dit gemeentehuis. En ik wil op de eerste plaats de muzikanten bedanken voor een mooie zang en liederen die ze al hebben laten horen. Want ik liep bovenlangs en ik hoorde u al aardig aan de gang en vond het heel erg mooi. En in ieder geval fijn dat jullie deze bijeenkomst extra feestelijk willen opluisteren. Want het is vandaag feest. Morgen is het op de kop af 5 jaar geleden dat de Heemkundige Kring en ouderling starten met Deurne Wiki. 1375 historische artikelen konden vanaf dat moment door iedereen op de site worden bekeken. En dat Deurne Wiki zo succesvol na nog maar 5 jaar is Deurne Wiki uitgegroeid tot een site met ruim 1500 unieke bezoekers per dag. Een site waarop ruim 7000 artikelen staan en 28.000 foto's. Dat is niet niks. Een site die wereldwijd wordt bekeken. En er werden diverse landelijke prijzen mee gewonnen. Een succesverhaal dat voor vele soortgenoten in het land als voorbeeld wordt gezien. Niet voor niets kan er op 8 maart jongstleden de miljoenste bezoeker worden verwelkomd. Namens het college wil ik jullie hartelijk feliciteren met jullie 5-jarig jubileum. Dankzij de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van een 4-ton mensen is Deurne Wiki er 5 jaar geleden gekomen. En dankzij hun enorme drijf en werklust is Deurne Wiki ondertussen uitgegroeid tot de digitale geschiedkundige encyclopedie van Deurne. Ik wil ze bij deze feestelijke bijeenkomst dan ook graag even noemen. Theo Vosmeer, Joost de Haan, Pieter Kolen en Hans van Hoek. En misschien mag ik ze even naar voren vragen. Want we hebben, dat hebben we misschien al kunnen zien, dan heeft wat uit onze kast getoverd. En dat is een peeldeutje. En dan wil ik in ieder geval langs deze weg bedanken. Want het peeldeutje gaat er volgens mij bij. Het is echt typisch Deurne's, dus dat moet lukken. Mag ik de heer naar voren vragen? Zijn ze er? Ja, ze zijn erg bescheiden. Ze zijn erg bescheiden. Dank u wel. Bedankt, dus wel. Even Bartel. Ja, dat doet in de vulde. Nee, dat kan toch op die afstand. Ik weet het niet. Ik moet opnemen. Ook voor de ja, en nog één. Je gaat er niet rond. Ik sta er niet zo. Dat hoort bij zo'n feestje volgens mij. En dit jubileum wilde de Heemkundige Kring dus niet opgemerkt voorbij laten gaan. En samen met Fotoclub Optica kregen jullie het idee om een tentoonstelling te gaan organiseren hier in het gemeentehuis. En dat vind ik al heel erg mooi dat we het gemeentehuis hier ook voor kunnen gebruiken. Uitgaand van 50 historische foto's van Deurne zijn de leden van Optica met een fototoestel op pad gegaan om dezelfde plek vast te leggen. Maar vaak was het een ware zoektocht naar de juiste plek. Een zoektocht waarbij oude kadastrale kaarten een goed hulpmiddel bleken. Uiteindelijk heeft de zoektocht geresulteerd in 50 oude foto's die zijn gekoppeld aan 50 foto's nieuwe situatie. Nagenoeg vanuit hetzelfde blikveld, vaak tot op de millimeter nauwkeurig. Zo zijn die foto's gemaakt. Fantastisch om dat zo onder elkaar te zien. Jullie maken door deze tentoonstelling zichtbaar hoe Deurne de afgelopen decennia is veranderd. En ik heb de afgelopen week langs rondgelopen hier in de hal en ben heel erg onder de indruk wat ik gezien heb. Er zijn plaatsen en gebouwen bij die door de voorgaande tijd en ontwikkelingen tot mooie nieuwe vormen van architectuur hebben geleid. Maar ook komt er bij diverse foto's een gevoel, in ieder geval mij naar boven, van weemoed, wat jammer, dat we dat in de voorvaren tijd de volken hebben opgeofferd. De les die we daaruit kunnen leren voor de toekomst is om bij nieuwe
oude situaties niet uit het oog te verliezen. Ons denken is gelukkig in de loop van de jaren ook wel veranderd. Steeds meer wordt er bij uitbreiding en vernieuwing uitgegaan van de huidige situatie. En die wordt zoveel mogelijk ingebed in de nieuwe omgeving. Deze tentoonstelling is een mooi vervolg op de succesvolle tijdlijn Deurne 1. Een mooi bruggetje naar tijdlijn 2, die ik over een paar weken mag openen. Ik wil alle mensen van Deurne Wiki en Optica heel hartelijk danken en feliciteren met deze mooie expositie. Maar we hebben nog één fles over en zou graag aan Marius willen geven. Want dat is degene die Optica in goede vormen en kleuren leidt. Wij zeggen altijd, we gaan niet hoeven. En daarmee verklaar ik de tentoonstelling Deurne toen en nu voor geopend. Heel veel plezier, kijkplezier en ook weer mooi zo. Het was koud, het was 1 januari, en Willem, hij zat al aan de tap. Toen kwam het zeggen dat Marie niet kwam, eerst hadden we nog iets van een grap. En Willem, hij was een aparte, hij zei toen de boodschap ontving. Alleen kan een mens niet biljarten, hij zette zijn pet op en ging. Café, biljet, klein stukje groen voor deze arme hart. Schuifjes en klik, balletje tik, die ene ben jij en die andere ben maar die zijn dus ook al door de burgemeester aan de orde gesteld.
Maar ja, zoals Johan Cruijff zei, elk voordeel heeft, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hierdoor wordt mijn speech voor 3/4 ingekort. Het is inderdaad nu bijna 5 jaar geleden dat burgemeester Daendels de homepage van Deurne Wiki opende in het Hedenhuis. Maar van tevoren is er het nodige water door de zee, naar de zee gestroomd. Theo Vosmeer lanceerde een nieuwe kreet. Kunnen we niet beginnen met Deurne Wiki? En dat op basis van het bekende Wikipedia. Nou, wat is dat nou weer? Dat was de reactie van het bestuur. Wat moeten we ermee? En veel begrip was er niet. Het gaat toch goed met de hedenkunde kreet? We hebben toch docudata en we willen de foto's toch al digitaliseren. He, en de krantenberichten, die worden allemaal keurig netjes verzameld. En de albums, die liggen toch voor iedereen te inzagen. Maar ja, de meest kritische vraag was, en wat gaat het kosten? Het is in de tussentijd, ze hebben zich niet laten ontmoedigen. Theo Vosmeer heeft de hulp gekregen van Pieter Kolen. En Joost de Haan heeft het verhaal technisch zeer goed onderbouwd. En ik weet zeker dat voor de opening van Deurne Wiki er vrijwel nog niemand al had gekeken van wat Deurne Wiki überhaupt inhield. En zoals het meestal aan de hand is, wordt de meester altijd pas erkend buiten, na zijn dood of buiten de regio. En zo was het hier in feite ook. In één keer bleek Deurne Wiki in de prijzen te vallen, de Knippenbergprijs en de grote publieksprijs. En ook voornaam, en heel voornaam was daarbij, dat er toch een aanzienlijk bedrag daarmee opving. En langzaam begonnen we toch allemaal wel te beseffen dat we toch wel iets heel unieks in huis hadden. Theo en Pieter hebben er enorm voor gezorgd dat Deurne gevuld werd met historische gegevens. Want Deurne Wiki is alleen maar populair vanwege zijn inhoud. En die is wezenlijk van belang. De getallen zijn erover genoemd. En ook die van Rijt, die is al een keer vernoemd. En die heeft inderdaad al zowat de doopzeden van elke Deurnenaar gelegd. Een hele belangrijke mijlpaal bij Deurne Wiki was het plaatsen van het fotoarchief. Zodat en waar Hans en Anneke van Hoek zich zo onvoorstelbaar voor hebben ingezet. Ruim 20.000 foto's zijn gedigitaliseerd en zijn nu voor iedereen te bezichtigen. Deurne Wiki heeft Deurne op de digitale kaart gezet. Het is een enorme PR voor onze gemeente. Het succes van Facebook, gewit het dat je van Deurne bent, heeft een aanzienlijk deel te danken, de populariteit ervan heeft een aanzienlijk deel te danken aan de foto's uit Deurne Wiki. Het elektriciteitshuisje bij het station is versierd met prachtige foto's van ons. En ook we zagen in de carnavalsoptocht foto's op een van de wagens. En dan praten we natuurlijk niet over onze bijdrage bij Deurne op 100 jaar, bij 100 jaar Zeilberg. En uiteraard de tijdlijn 1 en straks ook tijdlijn 2. Maar we hebben ook inderdaad een prachtige presentatie die we even aanleiding van het boek van Erik Vink, Het Dorp. En dat hebben we in de kerk gedaan.